Het lichaam werd ontdekt door agenten die naar binnen gingen. Eerder op de middag belde iemand bij het huis aan en vond het vreemd dat er niet open werd gedaan. Volgens een buurvrouw, die anoniem wil blijven, leefde de vrouw een teruggetrokken bestaan. Nou, die mevrouw die woont hier al zeker 3,5 jaar en die heb ik 1 keer gezien in al die tijd. En die zoon die heb ik nog nooit gezien. Ja, op een brommertje. Maar niet echt dat ik hem gezien heb. Zelfs de buren hebben er geen contact mee. De politie heeft iemand opgepakt. De mannelijke bewoner is aangehouden inderdaad. En zoals ik al zei, we gaan uit van de misdrijf. En nu zijn we druk bezig met een technisch onderzoek. Het sporenonderzoek in de woning, buurtonderzoek. Kijken of er mensen iets gezien hebben, iets weten. Ja, dat is nu allemaal in volle gang. Buren zeggen dat de zoon is aangehouden. De politie kan dat nog niet bevestigen.